Felicia Robs vestigde zich in 1874 in Parijs, waar hij bekend werd voor zijn illustraties van vaak erotische verhalen. In zijn spottende en satirische prenten stelt hij in zijn ogen de hypocrisie van de kerk aan de kaak. Ze zijn niet alleen heel lyrisch uitgevoerd, maar vaak op het randje van pervers, waar hij bewust de kijker wou mee choqueren.